En wat ik ook ga doen is even lekker een raampje open gooien. Om lekker van de weer. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Net wakker. Ik ben net echt letterlijk wel geweest. Lekker douchen. En aankleden en zo. Wat altijd hoort, wat standaard hoort. Beetje wakker worden, dadelijk even lekker koffie zetten. En dan ga ik alleen dingen achter de computer doen. Ik hoef alleen nog te editen en dan ben ik klaar. En het is nu half kwartiertje, al 9:30. Ik weet niet, de laatste tijd ben ik gewoon laat wakker. Slaap ik slecht? Ik weet niet wat het is. Maar ik kom wel vast goed. Maar, niet echt slecht, maar ik kan makkelijk in slaap komen, maar ik kan moeilijker wakker worden. Ik kan moeilijker uitkomen de laatste tijd. Ik weet niet wat het is. Maar ja, ik kom er al overheen. Ik weet niet wat het te maken heeft, maar... Maar dat komt wel goed. Misschien dat ik het juist laat heb gemaakt. Dat ik juist het slaapritme heb verstoord. Misschien is dat de reden daarvan. We gaan nu even schoon aantrekken waar ik mee bezig ben. Zo. Ja, oké. Zo. En dan gaan we zo meteen even roltuin nog opengooien. Kan je net eten gegeven. Gaan we even klaarmaken om lekker koffie te zetten. Ik heb er ook nu al trek in. De koffie van Ellen heb ik die koffiefilters die ik van Ellen heb gehad, zijn nu al op. Die heb ik gisteren gebruikt natuurlijk. Oh, heerlijk bakje koffie nu zetten. En dan rolgordijnen open gooien. Lekker muziekje aan, dus dat ga ik ook nog even doen. Maar ja, laten we het zo meteen doen. Eerst even koffie zetten. En rolgordijnen open gooien. Rolgordijnen open. Goedemorgen. Ik heb trouwens al gehoord dat vandaag ongelooflijk warm weer gaat worden. De warmste weer van algemeen. Dus ben ik al benieuwd, dus ik loop even naar mijn telefoon. Hoe warm het eigenlijk verwacht wordt. Nu al 13 graden, moet je nagaan. 20 en 21 graden vandaag. Het is wel even lekker. Omdat dat het wordt. Dus ik ga nu even koffie zetten. En geniet van het weer. Laten we dat ook even doen. En nu wil ik er wachten op de koffie. Ik heb een was aangezet. Maar ik ben ook klaar met editen. Het is ook weer gebeurd. Maar ik gooi lekker gordijnen open. Want het is super prachtig weer. Ik heb zitten kijken en het wordt 21 graden. Hoe heerlijk is dat? En morgen wordt het ook nog lekker warm weer. Maar zaterdag en zondag wordt het weer minder. Maar dat hebben jullie wel gemerkt, denk ik. Die dagen. En nu gaan we klaarmaken om dadelijk ook nog te werken. Maar ja, tussen de tijd ga ik lekker naar buiten kijken naar het weer. Hoe mooi het is. Ik zie twee mensen al, als ik naar buiten kijk, op een balkonnetje zitten. Hoe heerlijk is dat? Ik ben eigenlijk best wel jaloers op een balkonnetje. Mensen die daar op een balkonnetje zitten. Ik zou ook eigenlijk wel op een balkonnetje willen. En de was die erin zit, die ga ik zo meteen even snel nog opvouwen. Die moet nog 7 minuten in de... Moet nog 7 minuten en dan is hij klaar. Dus. En ik had, even denken, gisteren ook ijs gegeten. En die ijs ga ik denk vanavond voor eerst proberen om te eten. Want ik ben benieuwd. Dit is KitKat ijs namelijk. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Maar dat ga ik vanavond zo proeven. Ik ben wel benieuwd hoe het naar smaakt. Ik denk dat jullie ook wel zo benieuwd naar zijn. Hoe ik ervan vind. En ik denk dat ook iedereen wel kent dit dingetje. Deze. Ja, waarom ik vroeger kon ik altijd met één hand. Nou, ik kan het nou niet meer. Nee, lukt me niet meer. Ik moet met twee handen nou doen om deze dingen te draaien. Wauw. Oké, maar nu wachten op de was. Dan ga ik die opvouwen, ophangen en dan klaar ook richting.
net lekker gegeten net bij de groep, maar dat was lekker lasagne. Lasagne. Oh, het is wel lekker. Alleen wat ik mis eigenlijk is sla. En wat ik ook ga doen is even lekker raampje open gooien. Om lekker van de weer genieten. Om lekker buiten te zitten. Een soort van buiten te zitten. Vogels die horen fluiten. Heerlijk is het. En ik merk dat de batterij bijna leeg is. Maar voordat ik de batterij ga vervangen, ga ik even lekker ijsje pakken. Want ik heb pas geleden ijsje gekocht. IJs. En dat was KitKat ijs. En ik had ze net al gepakt, maar toen waren ze kapot en kapot zacht. Ik ben benieuwd hoe nu uit gaat zien. En ik zit dan lekker op de wensenbank hier zo. En dan ga ik gelijk kijken hoe dat ijsje eruit ziet. Want hij is net gevallen, oké. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Even wennen deze smaak. Echt wennen. Maar wel lekker. En tussen die tijd ga ik lekker zitten hier zo. Lekker van de zon genieten. Ja, zo, lekker om zo lekker buiten te genieten. Van de zonnetje en lekker ijsje. Ja, heel erg lekker. Maar dan ga ik even lekker muziek luisteren. En wat ik al zeg is, morgen moet ik om al 8 uur beginnen met werken. Voor de reden ga ik morgen al vertellen waarvoor. Maar lekker van de zon genieten. Heerlijk weer. Want de zon zit daar zo. En dan ga ik daarna. Zit ik al net YouTube te kijken. Na eten zal ik al YouTube kijken. En nu lekker van de zon genieten. Ik deed net een lekker raampje open. Zoals jullie al zagen. En lekker van ijs genieten. Het is even wennig smaak. Maar je kan al zien dat hij kapot is geweest. En dat hij niet echt recht zit meer. Maar ja. Ik ben nu bellen met net even anders. Met Veerle, Mitchell en Sanne. Zo. En het is nu 9:30 geweest. Ja. En we hebben het heel veel over gehad over net even anders, het programma. We hebben heel veel over gepraat. Stilte. Ja. We hebben waar we eigenlijk ook wel over gehad. Over de opnames. Hoe we het hebben beleefd. Hoe we het nu doen thuis. En Vincent, als je dit terugkijkt, jammer dat je niet bij bent. Maar wie hebt allemaal trouwens Skype? Wij hebben Skype. Ja, maar ik dacht, misschien kunnen we dan wel echt met letterlijk met z'n allen keer bellen. Maar moet je dan een heel wachtwoord en Oh, moet je nog één aanmelden dan? En zo. Ik ga even kijken hoe ik het ga doen. Is goed. Maar nou, ik heb het wel. Als jij even je Mitchell, laat je even je mail in. Laat je Skype naam even anders in de chat achter. Ja, ga ik doen, want dan ga ik nu vandoor. Is goed. Doei Mitchell. Dan kunnen we Mitchell en Vincent. Zullen we kunnen nu Vincent ingooien? Kijk of hij nu ook wel opneemt. Kunnen we proberen. Oh ja, San, wist je nog die ene met die schommels? Oh ja. Toen Marlijn ging gillen. Marlijn. Ja, dat ze gillen. Marlijn. Dat vond ik het mooiste. Marlijn vond ik het leukste. Ik vond het echt leuk, joh. Jij mocht, Sanne, jij mocht 2 keer. Ik mocht een ja, met de rest. En dat ze mijn hand ging vasthouden. Ja,
Of vis je nog met de tijger? Door de toen jullie de panters gingen voeren? Toen had Marlijn onze allebei de hand vastgehouden, toch, schat? Wie snoept met dat water? Waarom is dat nou? Water? Oh ja, met de boot. Met die boot. Oh ja, toen is... Nee, moesten lopen bij de dierentuin. Ja, toen is Misje nog in die met zijn voeten in een sloot gesprongen. In die slootje. Oh, dat weet ik ook nog. Donnie van de Week. Ja. Donnie van de Week is jouw lievelingsspeler. Hou je het toch verkeerd? Hij is wel van Ajax, Sander, dus ik zou oppassen. Dat weet ik. Ik krijg al denk ik allemaal reacties. Dit kan je niet zeggen, Sal. Dit kan je niet zeggen. Maar voor de kijkers, ik heb... we hadden een geluidman, die heet Donnie. En we hadden hem genoemd Donnie van de Beek. Dus dat vandaar. Ja. Oh ja, ken je dat ene nieuwe ding? Volgens mij ook daar. Kun je in zo'n ding zitten en dan ga je over heel... Dan ga je over heel Amsterdam heen of zo. Oh, dan ga je in zo'n soort van apparaat en die kan dan staan. Hoe noem je dat nou? Niet cabine, maar je zit in een soort van attractie-achtig. Dat was wel die schommel. Bij dezelfde. Ja, een soort. Nee, niet die schommel, maar daar bij de zo'n ding in de buurt is ook nog. Volgens mij in dat museum of in dat ding zelf heb je ook nog wat andere. Dat nieuwe, dat je door Amsterdam gaat. Dus dat je. Een soort van lijkt alsof je gaat vliegen door de bloemenvelden en de... Zo, dat is heel lang geleden. Ik zou het niet meer weten. Ja, het is, ik weet niet hoe je dat noemt, maar het is nieuw of zo. Het is van dat je een soort van bankje, niet dat bankje, maar een soort van, niet een schommel, maar een soort van stoel waar meerdere mensen in kunnen. Dat je dan een soort van, hoe noem je dat ook weer, niet zo'n echt vliegtuig, omdat je in zo'n soort van cabine zit. Zo. Maar dan is zo'n soort van ding dat beweegt en dan ga je... Goeie kijkersvraag! Wat? Goeie kijkersvraag! Wat? Goeie kijkersvraag! Sorry, wat? Ik begrijp het niet! Een goeie kijkersvraag! Misschien weet ik het! Ja, kijkers! Laat even weten de reactie wat zij... Misschien weten jullie, misschien weten jullie wat zij bedoelt. Zo. Misschien krijgen we er een antwoord op. Ja. Ja, ik heb gewoon al wel een reactie gehad. Ja. Ah. Dus. Maar het is binnen. Jullie weten echt wat ik bedoel, hè? Of wel? Nee. Dat is als niet ding. Amsterdam aan het vliegen bent, maar dan een beetje spectaculair achter. Nee, ik zou het niet weten. Oh god, ik leg het niet goed. Oh, wat erg. Waar weet ik het niet? Ik kan het niet beter beschrijven dan dat, denk ik. Misschien weten de kijkers dat wel. Ja, misschien weten de kijkers. Ja. Maar misschien kom je wel een keer op. Ja. Ik ben mijn spaar aan het weghalen. Nu moet je het water weggooien. Maar jongens, ik ga er denk ik vandoor. Is goed. Ik hoop dat we elkaar weer een beetje weer gaan spreken en zo. Ik weet natuurlijk niet. Ja. Wat? Volgende week weer? Ja, ik vind het een goed idee. Ja, dan wel gewoon één keer in de week even elkaar spreken gewoon. Ja, is goed. Dan zien we elkaar wat meer, maar dan via een afstand. Ja, helaas wel. Ja, dat moet wel. Ja, ja. Ja, is
Oké, ik spreek jullie later. Ja, is goed. Is goed. Doei doei. Doei. Ik moet morgen trouwens heel vroeg op. 8 uur moet ik op mijn werk zijn. Voor reden ga ik morgen allemaal vertellen hoe en wat. Maar dan ga ik nu even gordijntjes dicht doen. Want dat moet ook gebeuren. Dan ga ik daarna lekker slapen. Missen. Ik ga nu lekker dadelijk de richting weg. Even nog met Sanne ben ik nu bezig met te bellen en dan ga ik daarna lekker slapen. Dus wat ik eigenlijk al tegen jullie wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo zou het super tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkplezier, groen heel vlog om 1 uur. En zo tof zijn als je leuke reacties aan beneden achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkplezier, groen heel 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Yeah.